gaan naar de opbouw van het boek. Om te beginnen maar eens even de lijst van personages doornemen. Die maak ik altijd als ik zo'n boek lees. Dan kan ik daar naar teruggrijpen als ik even in de war raak. Ja, ik vraag even aan jullie of jullie dat kunnen invullen. Ella Miller is duidelijk, hè? Ella Miller Gorsen is de hoofdpersoon, 36 jaar, archeologe, getrouwd met Amnon Miller, ook een archeoloog. En hun zoon heet Gili van Gilad. Hè? Dat is allemaal helder. Wie is Talia? Talia, een vriendin van Ella. Ja. Ze is ook de moeder van Joaf, hè? Ook nog zo'n jongetje dat hier en daar een rol speelt. Wat is haar grote successcène in het boek? Wanneer treedt ze nou eens een keertje op en doet ze iets heel belangrijks? Wie? Talia. Wanneer is dat? Ella een keer de waarheid volgens mij. Ja, dat is niet wat ik bedoel, maar dat is ook zo. Ja. Maar ze heeft één keer treedt ze als helper op, zeg maar. Dan ondersteunt ze iets wat Ella aan het doen is. Dat is bij de verhuizing. Dan belt Ella Talia op en die zegt van je moet me helpen. Gili moet wennen aan zijn nieuwe kamer. Kom jij nou eens langs met een cadeautje voor hem? En dan komt ze met haar eigen kinderen en die breken de boel er bijna af. En het dochtertje van haar gaat krassen in de schriften van Maya. Hè, die daar de volgende dag zal komen. En dat leidt dus ook weer tot gigantisch veel spanningen met Odette. Maar dat is even de dubbelzinnige rol van Talia, die braaf komt, maar via haar kinderen eigenlijk ook weer moeilijker maakt. En dat is zo belangrijk, omdat Ella dan opmerkt in dat verband, ik voel mij hier eigenlijk gewoon een gast. En ik ben bezig met hoe ik de spullen van mijn gastheer kan beschermen, in plaats van dat het mijn woning is, waarin ik daar zelf beslissingen over nemen kan. Dus het is een heel cruciaal moment, omdat Ella erbij ontdekt dat ze zich daar niet thuis voelt nog. Helemaal niet thuis voelt zelfs. Ja. Nou ja, goed. Maar ze is de partner. Dus ze mag. Ze heeft wel op haar bed gelegen. En ze heeft triomfantelijk gevoel gehad. En met haar armen over dat matras geschoven. Ze voelde zich eventjes heel gelukkig. Want ze zag haar spulletjes staan. Toen was ze al voor de helft ermee verzoend. En toen lag ze op dat bed. En toen dacht ze: ha, hè, dat wordt mooi. Zij woont met haar zoontje in dat appartement. En die anderen, die ziet ze eigenlijk, vind ik. Nee, maar het gaat me even om die scène, dat ze op dat moment een geluksgevoel heeft, tot Talia binnenkomt en dan ontdekt ze dat ze zich toch de gast voelt. Het is heel even, als ze alleen is met Gili, voelt ze zich de koning te rijk in een nieuwe huis. Heel even. Maar dat is zo weer voorbij. Dat is een van die vele stemmingswisselingen die je in het boek van haar terugvindt. Hè? Er is er eentje. Op grond van het boek zou je kunnen zeggen hoe zij denkt over psychologen. Hoe zij denkt over die pogingen van al die mensen. Dini, Talia, Odette, later nog die vrouw van Dali Orna. Hè. Die hebben allemaal precies op een rijtje hoe ze in elkaar zitten, waar ze niet in deugt en hoe het zit. Die manipuleren haar daar ook een beetje mee met die analyses en die leggen als een blok dat voor de neus neer. Je kunt ongeveer je voorstellen wat die schrijfster of de verteller in ieder geval denkt van psychologen en wat die denken te weten van mensen. Dat is niet gunstig. Want ten eerste hebben ze niks aan. Zij heeft niks aan al die analyses. Ze worden ongevraagd gegeven. En dat is eerder een wapen in de handen van degene die ze levert. Dan dat het een poging is om haar te helpen. Het is laten zien van ik heb jou helemaal door. Het is niets wat jij doet waarvan ik niet weet waarom je het doet. Het is veel meer een wapen dan dat het een vorm van hulpverlening is. Dus als jij nu zegt. Ja, ik vind het wel een narcistische inborst hebben. Dan schaar je je in het rijtje van al die mensen die dat deden. Hè? Ja, je geeft een oordeel. En dat vind ik niet erg, maar wat zou Seruya daarvan vinden? Begrijp je wat ik bedoel? Wie zijn David Gorsen en Sarah Gorsen? Dat zijn de ouders van Ella. Ja. Die bemoeien zich eerst met die scheiding van Amnon. En dan heb je een prachtige scène. En dan gaan Odette en Ella zonder Gili bij hen eten. En dan moet Odette het graatje halen uit de keel van David Gorsen. Ja. En dan is hij helemaal weer om. En dan is het plotseling een prachtige vent en interessant. En kom nog eens terug, dan praten we over psychologie. Want daar weet ik ook wel wat van, enzovoort. Hè.
Dat is die vader die als het ware die man meteen voor zich gaat claimen. Ella zegt ervan, maar nou ben ik eindelijk een keer van mijn vader af. Hè? Je hebt nou eindelijk eens een keer gezien dat die vader van zijn paard is gevallen. En dat lucht haar zo ontzettend op. Dus die is extra blij met die Odette dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. En Odette is haar beschermer. Dat is op dat moment eventjes de man op het witte paard die haar gered heeft van de vader. Waar hij naderhand dan weer zo'n analyse van geeft, waardoor ze weer wordt teruggeduwd. Hè? Dat is, gaat er snel weer over. Michal en Odette Scheffer, nou dat is duidelijk, dat is ouders van Maya en Jotam. En Odette natuurlijk is de tweede man in haar leven. Gabi hebben we het over gehad. Wie is Dina? En? Ook een vrouw die haar wil helpen. Ook een psycholoog. Hè? Ja. Wie is Ofra? Ofra. Ja, dat is de vrouw van de geliefde. Volgens Ella is dat de vriendin van Amnon. Maar geen enkele beschrijvende passage over Amnon komt ze voor. Ofra is haar idee, maar. Hè? Wie is Rami Regev? Rami Regev, komt één hoofdstuk, het hele hoofdstuk komt hij voor. Rami Regev. Die wordt door Dina op het pad van Ella gebracht. Juist. En dat is zo'n desastreus afspraakje. Want die gaat ook weer de psycholoog uithangen. Dat is de vijfde psycholoog intussen. Jij bent dan de zesde. De vijfde. En die heeft ook weer een heel verhaal van waarom ze daar zo zit. En dat ze niet open staat voor wat er gebeurt. En hij doet extreme dingen om haar juist tot reactie te verleiden. Dat moet ze toch begrijpen. Maar intussen heeft hij ook alweer gezegd dat zij zijn type niet is. Dus hij geeft dan nog wat goede raad mee. En dan laat hij er ook nog de hele maaltijd betalen om het te testen. Hè? Te kijken wat, of ze wel eerlijk tegen hem kan zijn. Nou, kan ze dus inderdaad niet. Maar... En dan dus, oh ja, dan hebben we nog Orna en Danny. Wie zijn dat? Ja. Gaat om de Galilea, waar die twee wonen. Orna zit ook weer vol goed advies. Maar bij Orna heb je het gevoel dat ze er wat aan kan hebben. Hè? Dus dat misschien dat advies van Orna wel een vorm van hulpverlening blijkt te zijn. Dus die zegt haar keihard de waarheid. Maar die geeft er ook voor het eerst een recept in handen. Hè? Die zegt tegen haar, accepteren, niet kritiseren. Een soort van verbond met die partner sluiten. Maar niet alleen maar kijken naar wat jou toekomt. En dat herhaalt zich dan in de woorden van Ella zelf. Hè, die uiteindelijk dat besluit neemt om die kant op te gaan. Hè, om inderdaad een verbond te sluiten. Niet te kijken naar wat jou toekomt. Maar te kijken naar wat jou...